Stromend water gebruiken om elektriciteit op te wekken. Earth Hour leert kinderen filmpjes maken. En scholieren leren omgaan met geld. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Om af te komen van de vervuiling van onder andere gasoline en diesel, moet Suriname gebruik maken van het water dat stroomt in de rivieren. Het gaat allemaal om energie. De kracht van stromend water gebruiken is een hele milieuvriendelijke manier om stroom op te wekken. Tenminste, als er niet hele grote gebieden onder water worden gezet voor een stuwdam. Op de Anton de Kom Universiteit van Suriname is professor Sio Naipaal al jaren samen met studenten druk bezig met onderzoek. De economie van de wereld, van de huidige wereld, hè, is gebaseerd op brandstof, op petroleum. Dus als je nu dat verbrandt weer, hè, dan komt het carbon weer vrij, komt de atmosfeer terecht. En dat zorgt ervoor dat wanneer aarde 's avonds gaat afkoelen, dat het warmte welke in de opstijgt door deze gassen wordt opgenomen, deels. Deels gaat naar de heelal weer terug, hè, maar deels wordt opgevangen. En als iets warmer wordt, dan gaat die ook warmte uitstralen. Dan komt een deel van die straling weer terug naar aarde. En waardoor aarde in feite warm wordt. We noemen het broeikaseffect. Studenten van de universiteit hebben een paar interessante apparaten ontworpen om met stromend water elektriciteit op te wekken. En als dit nu het water stroomt, dan krijg je dus een bepaalde draaiing. En als iets draait, hè, dan heeft mechanische energie, dan kan je omzetten in kinetische energie en dan krijg je stroom daaruit. Dit is maar een meter hoog. Als je ervan uitgaat dat rivieren hier 10, 12 meter diep zijn van buitenbochten waar ook de snelheid over de 1 meter per seconde is, dan kan je dus heel veel achter elkaar opstellen en dan kan je heel veel energie hebben. Dicht bij huis, direct langs de rivieren. Dan hoef je geen grote, lange transmissielijnen te trekken. Want dat kost ook heel veel geld. Dit is direct wat je nodig hebt. Geheel met Surinaamse kennis is er al een milieuvriendelijke centrale gebouwd. Nu moeten wij in Suriname samen goede plannen maken om al die waterkracht te gebruiken. Nodig. Geld hebben we nodig inderdaad, hè? Dus om te investeren, want je gaat het niet in één keer doen. Soms maak je heel veel fouten bij het begin. Je bent op een goede pad, maar je weet het niet precies wat je eerst moet doen en wat je daarna moet doen. En soms moet je met vallen opstaan wat bereiken. Want techniek, theorie en praktijk, ja, daar, moet je dus daar ligt het verschil in. En soms moet je in de praktijk soms vallen opstaan en een beetje wat gedaan krijgen. Maar als je eenmaal dat ding begint te werken, dan heb je een proven technology en dat kan je uitvoeren. Earth Hour wordt dit jaar op 24 maart gehouden en elke dag tot en met 23 maart bezoekt de Earth Hour Caravaan een andere school. Ze geven informatie, doen creatieve dingen en leren de kinderen hoe zuinig om te gaan met het milieu. Biodiversiteit is planten, bomen, dieren, alles mensen bij elkaar. Earth Hour is een speciaal evenement dat over de hele wereld wordt gevierd om ons eraan te herinneren dat wij zuiniger moeten omgaan met het milieu. Op 24 maart om 8:30 s'avonds doet iedereen het licht thuis voor 1 uur uit. Op de HPG Latour School maakten de leerlingen samen met het Earth Hour team op de tablet een eigen film over een schoon milieu. Wie weet is de Earth Hour Caravaan morgen bij jou op school. Tot morgen! Bekende wetenschapper overleden, drugsvliegtuig onderschept en scholieren in Amerika herdenken slachtoffers schietincident. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Leerlingen van verschillende scholen in heel Amerika zijn vandaag de klas uitgelopen en zijn 17 minuten lang buiten gebleven.
Dit deden ze om te protesteren tegen de dood van 17 studenten van een school in Florida. Vandaag precies 1 maand geleden. 1 minuut dus voor elk slachtoffer. Die slachtoffers vielen toen een 19-jarige jongen het vuur opende op leerlingen van de school waar hij op had gezeten. Sindsdien voeren leerlingen van die school en een heleboel andere scholen in het land acties om gedaan te krijgen dat wapenwetten strenger worden. Het is in Amerika namelijk erg gemakkelijk om gevaarlijke wapens te kopen. In feite mag volgens de wet een ieder in Amerika die 18 jaar is al een wapen kopen. Dat is volgens de studenten de oorzaak dat er zoveel vuurwapengeweld is. In januari en februari alleen waren er bijna 20 schietincidenten op scholen in Amerika. Daar komen elk jaar meer dan 30.000 mensen om door vuurwapengeweld. De politie heeft gisteren in Saramaca een Braziliaans vliegtuigje onderschept waarmee vermoedelijk 400 kilogram cocaïne het land is binnengesmokkeld. 7 personen, 5 Surinamers en 2 buitenlanders, zijn daarbij aangehouden. Volgens berichten van de politie zou het vliegtuigje zijn geland op een rijstperceel waarin het geheim een landingsbaan was gemaakt. Niet zo lang geleden onderschepte de politie, ook in Saramaca, al een duikboot waarmee vermoedelijk drugs is of zou worden vervoerd. In verband daarmee zijn ook buitenlanders en Surinamers aangehouden. I am delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. Stephen Hawking, een van de meest bekende en intelligente wetenschappers ooit, is overleden. Hawking, een Engelsman, overleed in zijn woonplaats Cambridge. Hij werd 76 jaar. Hawking kon al jaren niet zelf lopen of praten, omdat hij vanaf zijn 20ste leed aan de ziekte ALS, die de spieren aantast, waardoor bewegen onmogelijk wordt. Doktoren zeiden hem toen dat hij nog maar 2 jaar zou leven. Die hadden het goed mis dus. Hawking deed zijn werk vanuit een rolstoel en sprak en gaf les via een speciale spraakcomputer. Hij werd populair onder andere omdat hij heel ingewikkelde wetenschappelijke dingen interessant kon vertellen. Ook verscheen hij als gast in een aantal films en televisieseries. Elk jaar in de maand maart leren kinderen over de hele wereld en ook in Suriname 1 week lang hoe ze moeten omgaan met geld. Deze week vindt de Global Money Week plaats. Dat is een jaarlijks terugkerende activiteit met als doel de jongeren en ouderen meer te leren over geldzaken, over duurzaam levensonderhoud en om meer personen te interesseren ondernemer te worden. Het thema dit jaar is geld en dagelijks geldbeheer. Het doel van Global Money Week is om jeugdigen, in principe is het de leeftijd klasse 6 tot en met 18 jaar, te leren omgaan met geld. Wat is geld, verantwoord omgaan met geld en daar kan je een aantal zaken uitgeven, je uit prioriteiten stellen, sparen. Dus zoveel mogelijk dat ze het bewustzijn van geld en omgaan met geld wordt bijgebracht. Dit evenement is bedacht door de internationale organisatie Child and Youth Finance International om kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij geldzaken. Zo kunnen zij als volwassenen betere keuzes maken. Wat gebeurt er als je niet goed omgaat met jouw doekoe, met je geld? Je spendeert het dom. Kijk wat er gebeurt. Stress en verwaarlozing. Wij organiseren, de Centrale Bank organiseert Global Money Week. We zijn in 2014 begonnen. En toen was het in een beursvorm. Op KKF-terrein. Vorig jaar waren we wel in een pand aan de Jamaluddinstraat. Maar we hebben Suriname, we hebben ook wat budgetbeperkingen. Dus we hebben ervoor gekozen om 2 MULO-scholen A-select te kiezen en daar te organiseren. En daarom duurt het maar 2 dagen. Net als in andere landen hebben leerlingen van de Poolschool vandaag meegedaan met verschillende activiteiten. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waarderen wat ze hebben geleerd. Ik heb geleerd de functies voor de bank. Hoe je moet sparen. Ja, dat zo'n beetje. Hoe je het verschil kan zien tussen nepgeld en echt geld. Tot nu toe heb ik allemaal geleerd hoe je moet leren sparen. En te kijken hoe het onderscheiden van valse biljetten en biljetten die niet vals zijn.
En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. En bereid je erop voor, Earth Hour, op zaterdag 24 maart voor 1 uur het licht uitdoen. Tot morgen.